Mijn naam is Patrick Kooijman. Ik werk freelance als schrijver en fotograaf van interieur, kunst en design. Zelf ontwerp ik natuurlijk ook nog wel eens aan de interieur. En we zijn hier bij mij thuis in Rotterdam. Ik ben hier terechtgekomen toen ik ging samenwonen met inmiddels mijn ex. Hij woonde hiernaast. We hebben toen de muur hierachter doorgebroken. En we maakten eigenlijk altijd het grapje op het moment dat we ooit gaan scheiden. Dan gaat de muur weer terug en dat hebben we gedaan. Ik vind het leuk om dingen te doen in huis, om telkens te experimenteren. Ik heb al heel veel verschillende kleuren ook in huis gebruikt. Donkerblauw is het hiervoor geweest en nu is alles roze zoals je ziet. Staal nummer 112, fuchsia. De tafel die heb ik ook roze geverfd en dat hij dan niet zo opvalt. Dus een trucje is om hem dan mee te verven, gewoon heel simpel in dezelfde kleur. Mijn interieurstijl is luid, kleurrijk, sophisticated, maar wel met een edgy randje. Ik vind het leuk om dure dingen en goedkope dingen met elkaar te combineren, zodat het echt iets eigens wordt en ook een verbeelding is van mijn levensverhaal. De W is een mooie herinnering aan een van de eerste winkels die ik heb ontworpen. Deze lunchtrommel van Buck Rogers. De eerste man waarop ik verliefd was, heel eerlijk gezegd, toen ik een tiener was. Dr. Buzzard's Original Savannah Band uit de jaren 70. De favoriete plaat van mijn ouders. Dit is een boek van Anna Piaggi. Zij was ooit de hoofdredacteur van de Italiaanse Vogue. En zij had dus elke maand had ze een paar pagina's voor zichzelf waarin ze zich helemaal kon uitleven. Kijk, het is allemaal lekker wild en los. Dit is waar het voor mij om gaat. De allerdierbaarste herinnering hier in huis is een beeld van een golden retriever. Is ooit van mijn opa en oma geweest. Mijn opa was nooit zo goed met stofzuigen, dus hij stootte altijd hele stukken eraf. Hele stukken plakband zitten er gewoon op. Dat is ook het eerste wat je ziet als je hier naar binnen komt door de deur. Nog zo'n mooi boek. Mario Casilli, jaren 80 fotograaf. Heel veel Dynasty, Brooke Shields. En Dolly Parton natuurlijk. Oh, heel tof dat ze ooit zei dat het heel veel geld kost om er zo goedkoop uit te zien. Nou, de woonkamer is dus helemaal roze geverfd, inclusief het plafond. Hetzelfde trucje heb ik in de gang nog een keer uitgehaald. De kleur die heet Yellow Cake trouwens. Dan gaan we nu de slaapkamer in. Heel anders weer dan de rest van het huis. Ook op het randje van kitsch wel weer. Net zoals het Pekinese hondje wat hierboven hangt. Dit moet gewoon echt lekker recht liggen. Ja, want dan ga je s'avonds lekker in je schone pyjama broek gewoon lekker in bed. This is where the magic happens. Ik zit hier wel de meeste tijd van de dag. Dus deze heb ik ook heel vaak gewoon hier klaar liggen. Nou, heel toevallig gaat hij open een beetje bij de lila en violet kleuren. Dus dat gaat hem stiekem wel worden volgend jaar.